wil ik nu graag het woord geven aan Jeroen. Ja, dankjewel. Jeroen Twisk, Monument uit Noord-Holland. Ik ben daar directeur sinds nu 1,5 jaar en ben er ook verleden als inspecteur en adviseur. Wat we in de kern doen bij Monument uit Noord-Holland is het inspecteren van monumentale gebouwen. Dus dat wil zeggen zoveel mogelijk het in kaart brengen van risico's voor het gebouw en het vaststellen van de conditie. En wat we daar eigenlijk ook in de loop der jaren bij zijn gaan doen, is het lange termijn inzicht geven in onderhoudskosten. Door middel van het opstellen van bijvoorbeeld meer onderhoudsplannen. Maar ook veel meer de begeleidende rol naast monumenteneigenaar om onderhoudsvraagstukken en de uitvoering van onderhoud zo goed mogelijk daar te begeleiden en goede banen te leiden. We gaan de presentatie starten. Misschien het beste meteen naar de... Ja, je kan het zelf doen. Ja, denk ik. Ja, vandaag gaan we het dus hebben over gevel, metselwerk en natuursteen. De masterclass, tenminste dit is even mijn introductie, maar dat heb ik net eigenlijk al een klein beetje toegelicht. Wat ik er nog bij kan zeggen is dat wij in onze inspecties en onze adviezen altijd uitgaan van een sober en doelmatige visie op monumenten. Daarbij de restauratieladder hanteren, waarbij conserveren en zo goed mogelijk klein herstel toe te passen. Dat eigenlijk het eerste is waar we ons op richten voordat je verder gaat naar grotere stappen. Wij kunnen dat doen vanuit onze positie. Kunnen wij in ieder geval vanuit het gebouw denken en kijken en vanuit daardoor ook die objectieve analyse meegeven aan wat er tussen de partijen in staan. De masterclass, wat ik jullie als toezichthouder eigenlijk ga proberen mee te geven in de beperkte tijd van een uur. Maar we zullen het ermee moeten doen. Maar we kunnen ook heel veel, ik probeer aan de hand van voorbeelden in ieder geval jullie mee te laten kijken hoe je naar materialen, bouwtechnieken en naar het monument zou kunnen kijken. Ik denk dat daar vooral de kracht in zit, ook als toezichthouder, dat je vooral leert kijken naar een gebouw. Ik ga wat toelichting geven op de geschiedenis, achtergrond van verschillende onderdelen van een gebouw, materialen, verschijningsvormen, maar ook hoe kun je gebreken herkennen, definiëren en daar vervolgens iets mee doen. Wat ik een klein beetje wat we zien de laatste jaren, het is wel iets van alle tijden, maar de laatste jaren wel weer behoorlijk naar voren zien komen, met name in het onderhoud. Nogal wat menselijk falen voorkomt. En dat kan al aan de voorkant eigenlijk zijn basis vinden door niet goed te definiëren wat een gebrek is en hoe je het moet aanpakken en van welke onderdelen je vooral moet afblijven. De masterclass is zoals gezegd in een drieluik georganiseerd. Vandaag gaan we ons richten op gevel, metselwerk en natuursteen. Waarbij ik het spectrum zo breed mogelijk probeer te houden. We hebben de toezichthouders als publiek, maar daar zal ook wat variatie in zitten in kennis die al aanwezig is of niet. Ik hoop dat ik daarmee iedereen zo goed mogelijk toch een beetje kan bedienen. Volgende week gaan we het hebben over dakbedekking en goten en de week erop houtrotten en houtpasters. Even naar de volgende dia. Maar blijf nu even hangen. Nou, heeft dat niet te maken met de plaatjes die je moet laden? Sorry? De plaatjes die je moet laden? Nee, want die hadden we nog niet volgens mij. Ja, ik heb niet op je scherm dat je nog kan doorpoetsen. Oké, escape. Volop getest aan de voorkant, dan zal je zien dat het nu even blijft hangen. Oké, ik doe even stop screen share. Ik doe hem even vanaf mijn scherm dan. Ja. En dan zeg ik tegen jou wanneer je naar de volgende dia kan gaan. Ik heb toch even nodig als houvast. Ja, zeker. Komt hij weer aan?
Yes. Hebben jullie nu grootschaal? Nog niet, hè? Nee. Nu wel. Yes. Dit was hem, hè? Ja. Top. Geef me metselwerk en natuursteen. Ik ga me eerst even richten op metselwerk en een klein stukje voegwerk en legmortels. Waarbij ik begin bij de beknopte geschiedenis. Daarna de verschillende toepassingen, verschijningsvormen en ook de werking van metselwerk. Wat is eigenlijk de functie? Een stukje mortels en voegwerk. Ik hoop dat we daarna kunnen we in ieder geval nog een ingebrachte casus of twee behandelen. En wat ik ook daarin mee ga nemen is inderdaad het herkennen van gebreken, het adviseren, het argumenteren van bepaalde besluiten. En hoe kun je in de uitvoering daarin een goede gesprekspartner zijn. De volgende dia. De geschiedenis van baksteenmetselwerk. Nou, in Nederland kennen we een baksteencultuur door de eeuwen heen. Waarbij in de eerste regel noem ik van kloostermop naar spouwmuur. Niet dat in de middeleeuwen alleen maar de kloostermoppen werden toegepast. Maar dat was wel met name bij de wat prominentere gebouwen. Omdat de overige gebouwen vooral licht werden uitgevoerd. Om dat funderingstechnisch beter op te kunnen vangen. Kregen we door de in de middeleeuwen eigenlijk wel al de verstening, met name in de steden. Er werd van houtbouw al veel meer overgegaan naar baksteen metselwerk vanwege een aantal grote stadsbranden onder andere. En dan zie je eigenlijk door de eeuwen heen dat het ontwikkelen van het metselwerk als ambacht een groei neemt. Het werd steeds meer representatief en ook prestigieus om het goed stuk metselwerk te laten zien. En als we dan kijken naar het laatste stukje spouwmuur, is dat je eigenlijk de functie zoals metselwerk vroeger werd toegepast. Dus het opnemen van vocht en het afstaan van vocht en daar een evenwicht in proberen te vinden met de gebouwen die we opmetselen. Dat je daarin ziet dat de functie naar het nu en naar de jonge monumenten ook, dat de spouwmuur met buitenspouwblad als meer een esthetisch middel met een geventileerde spouw en naar een constructieve wand aan de binnenzijde. Ja, die ontwikkeling zie je zo door de eeuwen heen gaan. Grote bijdrage daarvan van de bakstenen op zich is ook de ontwikkeling van de ovens. Het bakproces van de baksteen. Waar in beginsel nog veldovens werden toegepast, waarbij heel moeilijk de maatvastheid en ook soms de vorm en porositeit van een steen kon worden bepaald of beïnvloed. Zie je dat met name door ook de ontwikkeling in die ovens, dat je een ring over krijgt, dat een continu bakproces eigenlijk waarborgt, waarbij je wel toch enige invloed kan uitoefenen op de kwaliteit en de porositeit en de hardheid van de steen. Kort gezegd kunnen we eigenlijk stellen dat is ook goed om dat in het veld te herkennen, dat metselwerk voor 1890 over het algemeen sterk poreus is, een lage uitzettingscoëfficiënt heeft, zacht en elastisch en in combinatie met het gebruik van kalkmortels voor de legmortel en de voegmortel. Eigenlijk een stuk metselwerk heeft best wel wat vervormingen en zakkingen van een gebouw tot enige hoogte kan opnemen. Het kan wel wat bewegingen opnemen waardoor je vanuit daar weinig scheurvorming bijvoorbeeld hebt. Na 1890 worden de stenen sowieso wat harder, maatvaster. Hogere uitzendingscoëfficiënt, minder poreus en de cementmortel die veel sneller en makkelijker kon worden toegepast, krijg je een veel stijver en meer star stuk metselwerk, wat wel gevoeliger is voor scheurvorming. Dus dat is even kort gezegd zeg maar waar je de overgang kan herkennen tussen voor zeg maar, de 19e eeuw, eerste revolutie en daarna. Net zoals ik net al noemde, de spouwmuren, die zie je eigenlijk ook vooral na 1900 ontstaan. Waar kan je dat aan herkennen? Veelal geen zichtbare koppen, en anders is het eigenlijk alleen voor de esthetiek, voor het zicht. Als de scheurvorming buiten anders verloopt dan binnen. En aanwezigheid van open stootvoegen, als ze niet daarna al een keertje zijn dichtgevoegd. Ja. En hier zien we aan wat afbeeldingen dat linksboven zien we eigenlijk de overkamer van een ringoven. Zo'n ringoven wordt eigenlijk helemaal volgestapeld met stenen. En aan de rechterkant
zien we dat de stukken klei eigenlijk in een vormbak met de hand eigenlijk worden geduwd. Waarna ze dus uiteindelijk de vorm krijgen. Uit de bak worden ze bezand, te drogen gelegd. En bij voldoende droging kunnen ze de oven in. Na het bakproces en in zo'n oven worden de stenen eigenlijk gesorteerd en gerangschikt op hardheid en kleur en vorm. De buitenkant van de stapel wordt een stuk heter dan de binnenkant. Waardoor je dus daar de stenen kan sorteren ook voor de verschillende toepassingen daarna. Linksonder is een mooi voorbeeld van zo'n handvormsteen. Met de hand in de bak gevormd eigenlijk. Die wel in combinatie met een voet probeer je daar toch een enigszins gestructureerde rechte lijn in te krijgen. Waardoor je eigenlijk het samenspel van de dikte van een voeg in combinatie met de vormvastheid van de steen in de loop der eeuwen steeds meer verfijnd ziet. Des te maatvaster de steen wordt, des te minimaler kun je voegwerken uitvoeren. En dat zie je ook bij zo'n meesterstuk rechtsonder, waarbij in die rondboog zie je eigenlijk in de tijd waarin het bakken zoveel handwerk aan te pas komt, dat je toch zo'n stukje vakwerk kan neerzetten. Dat zijn wel hele bijzondere dingen aan de monumenten die wij tegenkomen. Metselwerk komen we dus ook door de eeuwen heen, maar ook gekoppeld aan de verschillende architectuurvormen in verschillende verschijningsvormen. Als ik helemaal even naar rechts kijk, zien we in het beginsel een Romaans kerkgebouw, waar inderdaad het grootformaat baksteen kloostermop terugkomt. Maar waarbij je ook ziet dat daar door de tijd heen wat veranderingen onderhevig zijn, zoals een voormalige toegangsdeur die is dichtgezet, waarbij je ziet dat daar weer een kleiner formaat, ander soort baksteen is toegepast. En daar rechtsboven het venster, waarin je ziet dat eigenlijk de dagkant een stuk fijner en met een stuk een kleinere metselsteen ook is uitgevoerd. En juist deze uitingen van in de geschiedenis, deze bouwsporen zijn heel belangrijk om te behouden om zo het verhaal van het monument te kunnen vertellen. Als we even een stuk verder in de tijd gaan naar begin 20e eeuw en je ziet daar links een gebouw uit de nieuwe zakelijkheid waarin eigenlijk heel sober en strak met het messenwerk wordt omgegaan. Waarbij we nu niet kunnen inzoomen op bijvoorbeeld het samenspel met voegwerk, maar ik kan me zo voorstellen dat hier bijvoorbeeld een schaduwvoeg is toegepast waarbij het lijnspel heel bepalend wordt voor dat metselwerk. Veel meer ronde vormen en verschillende toepassingen van metselwerk met verschillende soorten stenen zien we vooral terugkomen in de Amsterdamse school, ongeveer in dezelfde periode. En een mooi voorbeeld daarvan zien we op de middelste foto. Onder een donkere steen die zowel verticaal is toegepast. De borstwering van het balkon wat je daarboven ziet is weer met een klamp. Dus ook eigenlijk rechtopstaande steen toegepast. Het laten zien dat je met metselwerk daar dus veel mogelijk verschillende, tenminste dat je daar mooie ronde vormen mee kan maken en andere toepassingen kan mee creëren. Dat is echt een typisch voorbeeld van die Amsterdamse schoolstijl. Kunnen we verder naar de volgende. Zomaar even een willekeurige foto van een straat in Amsterdam op de linkerzijde. Waarin je eigenlijk wel kan zien dat we inderdaad in een echte baksteencultuur leven. Je ziet hier een aantal verschillende gebouwen in verschillende architectuurvormen. Met toegepast metselwerk. Aan de rechterzijde schoon metselwerk met veel aanzetstenen en sluitstenen. Natuurstenen en wat waterlijsten. De middelste foto laat daar metselwerk voorzien van een lijnolieverf zien. Met op de zijgevel metselwerk wat weer is afgepleisterd. Je ziet dus bij allerlei verschillende elementen van zo'n gebouw, met al zijn verschillende vormen en uitingen, dat metselwerk daar eigenlijk een heel belangrijk onderdeel van is. Kijk bijvoorbeeld ook naar de schoorsteen, die weliswaar aan alle kanten is opgeklampt. En zo zie je dus dat metselwerk in veel verschillende vormen voorkomt, maar ook elk element weer zijn eigen risico's en zijn eigen gebreken daarin meeneemt. Wat ook belangrijk is als toezichthouder om te kijken naar wat voor metselverband heb ik nu te maken. We kijken in principe natuurlijk altijd naar de oppervlakte, de buitenkant van de steen en het voegwerk. Maar daar zit natuurlijk ook weer een structuur, een verhaal achter, constructief.
Wat we in veel monumenten, in ieder geval in Noord-Holland tegenkomen, is staatsverband en kruisverband. Dus op de linker rijtje de tweede foto van boven en de derde foto van boven. Kijk, dat rechtsboven zien we een foto wat weer een terugkoppeling is naar het Romaanse metselwerk. Dit is dan weliswaar een gebouw, een neo-Romaans gebouw uit meen ook begin 20e eeuw, waarin je ziet dat de grootformaat metselstenen weer terugkomen. En rechtsonder wil ik nog even een verschijningsvorm laten zien, bijvoorbeeld een ruïne, die restante metselwerk weer een hele andere aanpak vragen om dat te behouden, te consolideren. Ja. Nog een aantal voorbeelden waarin je rechtsboven de handvormsteen qua structuur goed ziet terugkomen. Linksonder heb ik een combinatie met een relatief zachte natuursteen, een tussteensoort. Waarbij in dit geval het voegwerk ooit een keer is vervangen voor, ik denk zo de eerste, een wat te hardere voeg. Waardoor het zachte tussteen nu eigenlijk schade wordt toegebracht. In het midden zien we een strengpersteen. Dus eigenlijk is dus de ontwikkeling vanuit die handvormsteen die echt met de hand in zo'n bak werd gevormd en daarna werd gepakt. Het vormen van die stenen steeds meer werd een machinaal proces. Waarbij we vanuit een machinale vormbak naar een strengpersteen gingen. Waardoor eigenlijk een soort zien als een lange slier klei, die door een pers heen wordt gedrukt en steeds wordt afgesneden. Om ook een vaste maat te kunnen toepassen. Hiermee kreeg je een heel strak uiterlijk. Waarbij ook de strakke snijvoek daarop werd aangesloten. In dit geval, ik weet niet of de foto heel goed te zien is, maar is dit stuk metselwerk met die strengpersteen is al een keertje in ieder geval gereinigd en met een iets te agressieve methode, waardoor nu de gladde oppervlakte huid van die steen eigenlijk is opengehaald en waardoor de porositeit van die steen eigenlijk nu zichtbaar is. Agressieve reinigen van zo'n stuk metselwerk, ga je eigenlijk die vochtbalans, dus het opnemen van vocht en het afstand van vocht in combinatie met je legmortel en je voetmortel, in disbalans brengen, wat een risico kan geven op schade op de langere termijn. Rechts zien we een mooi voorbeeld van de vroegere experimenten met de kunstzandsteen. Kunstzandsteen is een ander proces dan het bakken van een steen. Dat werd eigenlijk meer een soort van chemische reactie in combinatie met een vacuüm zetten eigenlijk, werden die kunstzandstenen gevormd. Die zijn in beginsel nogal wel gevoelig geweest voor erosie. En die zit hier dus in combinatie met zo'n baksteen wat enorme schade dat teweeg brengt. Mag je naar de volgende? Als apart hoofdstukje wil ik nog even de mortels en voegwerk die onlosmakelijk zijn verbonden met de steen even toelichten. Mortels bestaan uit of legmortel of voegmortel. Tenminste, dat zijn de verschillende bestanddelen bij een baksteenmetselwerk. Waarbij in het verleden ook de met name in het steeds subtieler en kleiner worden van de voegen, de metselmortel eigenlijk vol en zat werd gemetseld. Waarbij de metselmortel zelf werd afgesneden en zo de snijvoeg zijn kwaliteit verkreeg. Pas later werd de legmortel uitgekrapt en van een aparte voegmortel voorzien. Een mortel bestaat uit bindmiddel, aggregaat als vulmiddel, dus zand en eventuele toeslagstof om het verhardingsproces of de kleur te beïnvloeden. Groot verschil in voegmortels is of hij is luchthardend, dus verhard aan de lucht, eigenlijk de cementmortels, die drogen door de lucht. Die verharden door een chemische reactie met water, waar eigenlijk de kalkmortels op gebaseerd zijn. Veel toegepaste mortel bij de monumenten, eigenlijk moet je even kijken naar welke tijdsperiode dat metselwerk dan is opgemetseld. Maar pak een beetje voor einde 19e eeuw moet je eigenlijk altijd naar een kalkmortel overgaan. En er wordt vaak schelpkalk toegepast die zwak hydraulisch is. We zien hier op de afbeelding nog een dwengmanger. Als je voor grotere hoeveelheden, grotere aantal vierkante meters voegwerk vervangt,
is het heel belangrijk dat je dezelfde kwaliteit vasthoudt. En dan kan zo'n instrument als dit daarbij een goed hulpmiddel zijn. Zoals ik al zei, kalkmotors werden dus tot ver in de 19e eeuw nog toegepast. Daarna werd in eerste instantie wat geëxperimenteerd met cementmortels. Er ontstond een combinatie van mortels, zogenoemde bastardmortels, maar ook de misschien bekende Portland cement werd toen al vaker toegepast. Het algemeen gebruik van de echte cementmortels kwam pas in zwang na de Eerste Wereldoorlog. Even de afbeeldingen kijken, zien we rechts een klein tussenpand, waarbij je ziet dat de combinatie zachtere steen in combinatie met een kalkmortel en voegmortel, of kalkhoudende voegmortel ook, dat het met z'n werk best wel wat vervorming kan opvangen. Linksonder heb je te maken met een neogotisch kerkgebouw, waarin eigenlijk die cementmortel al soms in combinatie met de kalkmortel werd toegepast, waarin je ziet dat eigenlijk een kleine vervorming dan leidt tot scheurvorming. Mortelsamenstelling en verhoudingen zijn zeer belangrijk. Er wordt bij het vervangen vooral gekeken vaak bij het opzetten van proefstukken naar de kleur en hoe de uiteindelijke vorm is van bijvoorbeeld een snijvoeg. Wat veel belangrijker nog is aan de voorkant kijken van wat is de exacte mortelsamenstelling, hoe zijn die verhoudingen ten opzichte van het bestaande metselwerk. Dus dat is goed om dat vooraf in ieder geval op te vragen en te onderzoeken of dat inderdaad de juiste samenstelling is om toe te passen. Gebreken, advies en uitvoering. Het is natuurlijk mooi om dit kleine stukje geschiedenisachtergrond mee te nemen richting een stukje advies op argumentatie van besluiten. In beginsel is het zo dat het belangrijk is om de gebreken zo vroeg mogelijk in te inventariseren en te rangschikken op prioriteit. Dus wanneer is iets nou urgent? Moet ik nu wat aan het voegwerk doen of zijn het alleen maar kleine esthetische gebreken die de techniek eigenlijk niet minder maken. Daarbij is het ook heel belangrijk om de omvang van een gebrek te bepalen en ook de oorzaak van een gebrek te bepalen. Het gaat niet alleen om de oplossing, maar als je de oorzaak wegneemt, dan kan je daarna kijken naar welke oplossing je daarna toepast. Voor ons is het in ieder geval zo dat we in onze rol bij de begeleiding van een uitvoering zo goed mogelijk proberen mee te geven aan een uitvoerende partij of met wat, hoe, waarmee en waar. Dus wat ga je precies herstellen of vervangen, op welke manier, met welke mortelsamenstelling en waar ga je dat doen. Dus waar grijp je wel in en waar laat je vooral zeg maar iets wat technisch in goede staat is met rust. Hierbij gebruiken we onze technische kennis en ervaring met het gedrag van monumenten en zijn elementen. Maar we passen hier ook de restauratielanden toe en gebruiken hiervoor de juiste richtlijnen en regelgeving. Juist om aan de voorkant zo goed mogelijk te omschrijven wat er wel en niet gedaan moet worden en op welke manier, kun je een uitvoerende partij ook echt de kans bieden om een goed stuk werk aan te bieden. Met al deze energie in de voorkant stekend in een goede voorbereiding is het ook belangrijk om tijdens een uitvoering dat werk zo goed te begeleiden om je afspraken die je aan de voorkant maakt ook daadwerkelijk te borgen in de uitvoering. Wij hebben aan een paar collega's gevraagd of ze een voorbeeld uit de praktijk kunnen insturen. Nico HP van gemeente Horen heeft een voorbeeld uit de praktijk ingestuurd. Maar ik zou eerst nog aan Martien willen vragen of hij nog even kort wil reageren op het stukje wat Jeroen net heeft verteld. Martien, ben jij in de lucht? Ja. Goedemorgen. Ik doe even de PowerPoint uit. Hi Martien. Goedemorgen. Goedemorgen. Martien, jij bent bouwtoezichthouder bij de SED-gemeente. Jij bent met ons op pad geweest en Jeroen en jij hebben samen naar alle monumenten in Enkhuizen en Alkmaar gekeken en daar van alles over verteld en daar hebben we die filmpjes van gemaakt. En ik ben zo benieuwd, wat vind jij nou voor jouw werk eigenlijk het belangrijkste wat je altijd in je achterhoofd houdt als je aan het werk bent?
Nou, als bouwinspecteur wil ik vooral proactief zijn. Dat ik dus op deze wijze contacten opbouw met eigenaars van monumenten en ook daarbij betrokken aannemers die restauratiewerkzaamheden doen. Op die manier kan je dus tijdig bij de mensen aan tafel komen om ook een rol aan te nemen als adviseur. En vooral ook betrokken te zijn bij de keuzes die gemaakt worden. Omdat je al vroegtijdig met elkaar om de tafel zit, word je ook betrokken bij de uitvoering. En dat is zo van belang. Je kan ze dan ook vooral de tip geven welke aannemers eventueel geschikt zijn om die restauratiewerkzaamheden uit te voeren. Het is natuurlijk altijd tricky om daarbij namen te noemen. Maar dat doe ik daarbij zonder selectief te zijn en mijn onafhankelijkheid als positie te behouden. Dan breng ik ze meerdere bedrijven aan het voetlicht en ik noem ze dan vaak in alfabetische volgorde. En op die manier kan je toch al een voorsprong nemen op een juiste uitvoering. Daarbij probeer ik dan ook altijd mee te denken wanneer er materiaal ingeboet moet worden, zoals bij metselwerk. En dan moet je soms stenen vervangen omdat die weggekankerd zijn. Om bij bedrijven die daarin gespecialiseerd zijn de materialen te vinden. En ik assisteer dus daar ook vooral in. Ja, mooi. Hey, hoe ben jij eigenlijk want jij hebt echt veel kennis van specifiek die monumentale gebouwen. Hoe ben jij aan die kennis gekomen? Nou, als kind werd ik al meegenomen door mijn vader bij restauratiewerkzaamheden. En ik kreeg op die manier mijn enthousiasme voor dit werk. Vooral ook omdat het vooral ambachtelijk werk is. Je laat iets moois achter. En je leert ook daarbij de geschiedenis van zo'n bouwwerk te herkennen. En dat bracht mij op het idee om hier meer in te doen. En ik ben nu al 35 jaar bouwinspecteur. Maar vooral de laatste 20 jaar in de praktijk. Ja, mooi. Mooi. Martien, hartstikke bedankt. Je bent er natuurlijk volgende week en de week daarop ook bij. Als we het over daken gaan hebben en daarna over houtrot en houtaantasters. Ik hoop dat je dan ook een mooi praktijkvoorbeeld zou willen meenemen. Dus misschien zou je daar de komende week over willen nadenken. Ja, dat doe ik. Super, dankjewel voor je bijdrage. Tot volgende week. Nico, ben jij in de lucht? Uiteraard. Ja, ik ben in de lucht. We kunnen je niet zo heel goed verstaan. Oh, ik zal proberen wat duidelijker te praten. Ja, super. Nico, jij had een praktijkvoorbeeld ingestuurd. Ja. Ik heb die foto's in de... wacht even, dit is het verkeerde. In de PowerPoint gezet. Hij moet even laden. Ja. Ja. Dit is jouw praktijkvoorbeeld, Nico. Zou jij willen toelichten wat jij in wilt brengen? Ja, in de praktijk komt veel voor dat wij worden gebeld en door een monumenteigenaar die zijn pand opnieuw wil laten voegen. Er is dan een voegbedrijf geweest en die zegt, nou, we maken er weer een mooi geveltje van. Op dat moment word ik al een beetje argwarend. We gaan eerst wel eens even kijken of dit pand überhaupt opnieuw gevoegd moet worden. Op die manier komen we in contact met de monumenteigenaar. Hier betreft het een rijksmonument, Huis van Horen in Horen. Daar was ook de vraag van, ja, we willen het pand opnieuw voegen. We gaan de hele gevel renoveren of restaureren en voegwerk is ook aan de beurt. Als je daar naar die linker foto kijkt, dan zie je eigenlijk een heel mooi beeld van een pand met een hele dunne voeg. Waarschijnlijk ook de oorspronkelijke voeg die er nog in zit. Heel fijn gesneden. Het oogt als een mooi geheel met het baksteen en het voegwerk. Voegwerk ligt enigszins terug. Maar als je erop in gaat zoomen, en dat zie je eigenlijk in die foto rechtsonder,
zie je dat het snijwerk van het voegwerk wel heel erg ver terug ligt ten opzichte van de steen. We hebben daar heel goed naar gekeken, ook op de steiger. Eerst hebben we de steiger ervoor gezet en toen hebben we de hele gevel doorlopen. We gaan met dit soort gevels niet over één nacht ijs. Dus er is ook wel echt discussie geweest met het voegbedrijf van hoe gaan we dit aanpakken. Moet je het niet partieel voegen of moet je het toch integraal gaan voegen? We hebben toch besloten uiteindelijk om de hele gevel integraal te gaan voegen. En dat had te maken met dat de voeg zodanig was versleten, ondanks dat hij er eigenlijk nog wel goed in zat, maar zodanig was versleten dat hij te ver terug lag ten opzichte van de steen, waardoor eigenlijk ook op de bovenkant van de steen het metselwerk werd belast met regenwater. En daardoor kon er ook weer meer schade ontstaan aan je steen, die dan direct achter de oppervlakte van de steen kwam te zitten. Maar als je zo'n pand gaat voegen, of gaat uithakken, dan heb je ook kans op grote schade aan de steen, en waardoor die voeg steeds breder gaat worden. Daar hebben we het voegbedrijf hebben daar echt op de steiger ook nauwlettend naar gekeken hoe dat werd uitgevoerd. Dus alles is met een hele dunne bijtel uitgehakt, zo nauwkeurig mogelijk. En er zijn een aantal voegmonsters opgezet, waarbij we ook op de hoogte waren van de samenstelling. Alleen daar kwam, dat zie je ook in die rechterfoto onder daar aan de linkerkant, daar hebben we een voegmonster op gezet, maar die was veel te licht van kleur. Dat was wel de kleur van de oorspronkelijke voeg, maar dat zou dan zo'n detonatie in het straatbeeld opleveren van de totale gevel, dat we er eigenlijk voor hebben gekozen, en dat zie je in de foto rechtsboven, dat we eigenlijk naar een veel donkere voeg zijn gegaan. Ook om het gevelbeeld in de straat te kunnen blijven behouden. Mijn vraag ook is, denk ik, aan jullie, hoe zouden jullie hiermee omgaan? Wij hebben gekozen voor een beeldvorming van het monument. De voeg, op welk moment zou je ervoor kiezen dat je zo'n voeg eruit gaat halen? Is dit vroeg geweest of zou je zeggen van dit is de juiste beslissing geweest? Zal ik daarop inhaken? een mooi voorbeeld. Een goede en ook lastige vraag, denk ik. Kijk, de vraag die ik aan de voorkant ook hoor van we willen er weer een stukje mooi voegwerk van maken. En kijk, vanuit onze perceptie hiervan, we kijken niet naar of iets mooi of lelijk is. We kijken vooral van wat voor waarde heeft die huidige voeg, technisch en ook monumentaal. Want het oorspronkelijke stuk voegwerk, ik ga er even vanuit de foto dat dit het oorspronkelijke voegwerk is, vertelt natuurlijk wel ook het verhaal van het stukje ambacht. Tenminste, het zaak dat je eerst, zoals ik zei, gaat inventariseren van wat is het gebrek en hoe moet ik dat gebrek interpreteren? Waar komt het vandaan en waar manifesteert het zich? Probeer de oorzaak te herleiden en ook inderdaad als die voeg wat meer erodeert en daardoor iets meer terug gaat liggen in het metselwerk, is dat een probleem? Heb je nu daardoor grotere vochtdoorslag naar binnen toe of ontstaan er andere problemen? Zoals je noemt, we krijgen daar een versneld metselwerk of een versneld schade aan metselwerk. Ja, is dat zo en met welke snelheid gaat dat dan? En kijk, al die factoren moet je aan de voorkant tegenover elkaar gaan afwegen om te kijken of een ingreep noodzakelijk is en hoe groot die ingreep dan moet zijn. Wat mij bijvoorbeeld opvalt aan deze gevel, maar dat is even de perceptie vanaf de foto, is dat ik onder de vensters een gemetselde rollaag zie. Met daarboven meteen eigenlijk je hout onderdorpel. Wat je vaak aan problemen ziet dan bij dit soort detailleringen, dit soort gevels, is dat door het ontbreken van een wat grotere hardstenen onderdorpel, het liefst er nog een waterrol in, kun je dus water wat heel snel vanaf je venster afstroomt en zich ophoopt eigenlijk aan de onderkant van je venster, dat je daar een hoge vochtbelasting krijgt, omdat er heel veel water snel bij elkaar komt. Dat meen ik ook gezien te hebben toen ik de foto even apart had bekeken, dat vooral ook veel schade aan het voegwerk onder de vensters zich bevond. Nou, je zou kunnen overwegen of je dan de detaillering onder zo'n venster misschien moet aanpassen, dat je dus wel een uitstekende onderdorpel daar toepast die het water van de gevel af kan halen.
Maar dan ben je wel direct het monument aan het wijzigen. Nou, ik zeg niet dat je dat zo moet doen, maar dat zou een overweging kunnen zijn. Een andere overweging is dat je ervan uit moet gaan dat je vaker het stukje onderhoud moet uitvoeren aan de onderzijde van zo'n venster. Maar je hebt hier best wel wat vensteropeningen en relatief weinig metselwerk. En dan is het inderdaad kijken, ga je dan over naar een integrale vervanging? Of hou ik het op die stukken waar alleen de problemen zich voordoen? Elke situatie is daarin anders. En ik denk dat jullie hier in ieder geval jullie best hebben gedaan om het wel overwogen de besluiten te nemen met de partijen daarin samen. Maar bijvoorbeeld vind ik wel dat het argument mooi of lelijk kan eigenlijk geen argument zijn. Zo bedoelmatig en passend in zijn omgeving is daar veel belangrijker, denk ik, in. Als integrale vervanging niet anders kan, dan moet je daartoe overgaan. Alleen we moeten wel verwaken, denk ik, dat je de snijvoek zoals die nu vaak wordt toegepast, zoals daar rechtsboven, dat het algemene beeld wordt van monumentaal voegwerk in zijn algemeenheid. Een snijvoek is inderdaad bedoeld om in gelijke lijn te liggen met de oppervlak van je gevelmetselwerk. En wat je nu vaker ziet, is dat dat toch door ook het ontbreken van het ambacht en het lastiger vervangen van voegwerk in de bestaande situatie, dat je altijd die voeg, dat die veel meer gaat spreken in het hele gevelbeeld. En dan kan je natuurlijk dat oplossen door de kleur daarin wat proberen aan te passen, dat het niet zo heel erg opvalt. Maar het is wel alles wat je kan voorkomen om die monumentale waarde niet te verliezen, dat moet je hierin in overweging nemen. En begrijp ik dan goed dat het vaak de eigenaar is die een beeld heeft van mooi of lelijk en knap en nieuw, en dat het dan aan de monumentspecialist is om dat verschil aan die eigenaar uit te leggen met je moet niet kijken naar mooi of lelijk, maar je moet kijken naar de waarde en naar hoe de staat van onderhoud is. Enerzijds is het, wat ik dan meemaak, is het bijvoorbeeld het argument, ik vind het mooi als die gevel er weer als het nieuw uitziet, weer lekker fris en opgeknapt. Anderzijds is het ook een beetje het gevoel soms van, nou, als we maar het onderhoud hebben uitgevoerd, dan hebben we het gevoel dat we de grip op hebben en hebben we het maar gedaan, dan weten we dat het weer de komende jaren mee kan. Maar wat eigenlijk heel zonde is, wat ik daar vaak in mis, dat we de kwaliteit van voegwerk of metselwerk of andere onderdelen van een monument onderschatten, omdat we niet beseffen dat het stuk voegwerk, metselwerk vaak al tientallen, soms honderden jaren zijn dienst heeft bewezen. Maar ik wil niet zeggen dat als het technisch iets niet goed is en het geeft risico's ook voor andere onderdelen of voor het element zelf, dan moet je ingrijpen en dan is het de restauratieladder toepassen en kijken waar kan je herstellen en waar moet je overgaan tot vervangen. Nico, was dit een beetje een antwoord op jouw vraag? Dat is wel een beetje antwoord. Dit is ook wel een beetje zoals wij daarmee omgaan. Hè. Dus jouw mooi is mijn lelijk. Is altijd een beetje de gevleugelde uitspraak die ik meestal richting monumenteigenaar bezig. Ja. Alleen je moet ook in het veld, moet je het ook met de monumenteigenaar doen. Dus het is soms ook wel eens een afweging die je moet maken. Dat je er nu voor staat, dat je nu ook de grip op het werk hebt. Het moment van een grootschalige restauratie bij particuliere monumenteigenaren komt ook niet zo vaak voor. Dus het is vaak ook het moment van afweging waar je het best aan doet om zo'n pand weer naar de volgende generatie te krijgen. Dus er hangen vaak nog wel meer afwegingen aan af dan wanneer een voegwerk uiteindelijk echt vervangen moet worden. Want je zou hiervan kunnen zeggen, nou, misschien dat het nog na 15 jaar mee had kunnen gaan, dit voegwerk. Maar dan had het er uiteindelijk toch wel een keer uitgemoeten. Want het was al aan het einde van zijn levensverwachting. Dus dat is ook een afweging die wij soms wel eens meenemen. Van hoe staan we erin? Hoe kunnen we dit monument ook weer naar de volgende generatie goed overbrengen? Dat wegen we ook wel mee. Ja, mooi. Mooi voorbeeld, Nico. Dank je wel. We hebben een vraag van Maarten Kos. Of het pand in particulier bezit is van de gemeente. Nico, heb jij dat gehoord? Dat heb ik gehoord.
Nee, dit is een particulier. Dit pand is in particulier bezit. Als het een gemeentelijk pand was geweest, dan is dat wat makkelijker te sturen, moet ik eerlijk zeggen. Ja. Okay. Mooi. Waren er nog meer vragen in de chat? Nee? Oké. Okay. Hey Nico, hartstikke bedankt. Zijn er nog meer mensen die een vraag hebben of een praktijkvoorbeeld willen voorleggen? Nee? Dan, Jeroen, je had zelf ook nog een aantal plaatjes mee. Zullen we even kijken wat er snel doorheen kunnen gaan? Ja, dat is verband met de tijd. Ja. ook zo'n mooi voorbeeld, een beetje vergelijkbaar met het voorbeeld van Nico. We hebben hier een vervuild stuk metselwerk opgemetseld in kruisverband met oorspronkelijk een snijvoeg, waarvan eigenlijk de scherpe randen echt wel zijn afgeërodeerd eigenlijk. In dit geval is het voegwerk technisch in goede staat, het metselwerk ook. Dit is wel een geval wat zeg maar zeer gevoelig is voor maak het maar wel helemaal netjes en mooi als nieuw. Dus op een grove manier reinigen, bijvoorbeeld door middel van stralen, voegwerk opnieuw uitvoeren. Terwijl eigenlijk de kracht en de schoonheid van het metsel en voegwerk al hier in dit plaatje zit. Dus mijn advies zou je zijn, blijf je zoveel mogelijk vanaf. Gaan we naar het volgende voorbeeld. Er is toch nog een vraag binnengekomen van P. Groteman in de afbeelding van Nico. Het onderdetail is nu rood aangebracht. Of dit een aanpassing / verbetering is. Nico, ik ga even terug naar jouw plaatje. Klopt het dat er op die plek lood toegepast is? Ja, dat kan kloppen. Maar ik vraag me af of dit, ik moet eerlijk zeggen dat ik niet weet of dit dezelfde locatie is geweest van die gevel. Heeft ook nog zijkant. Je ziet daar rechtsboven zien een lode afdekking over die rollaag heen. Ja, en dat zou... Ja, ik weet het niet of dat bij alle kozijnen zo is aangebracht. Ik denk het niet. Nee. Oké, dankjewel. En kijk, deze. Ja, dit is eigenlijk een uitvergroting die eerder in de presentatie ook al voorkwam. Hier kun je dus heel duidelijk zien wat reinigen ook voor gevolgen kan hebben. De streng per steen is eigenlijk qua oppervlakte helemaal opengespoten, waardoor de steen een stuk de hogere porositeit heeft gekregen. Een mooi voorbeeldje van verschillende verschijnselen die er zijn. In de tijd zeg maar, van het meer machinaal vormen van stenen was er blijkbaar ook weer een hang naar enige structurering en profilering van die steen. Stenen werden dus voordat ze werden gebakken gekamd om een soort grovere structuur mee te krijgen. Wat ik er ook nog even aan wil stippen is de terugliggende voeg. En dat zie je ook wel eens bij schaduwvoegen. Is dat zo'n terugliggende voeg nog wel eens echt platvol bij herstellen vervanging wordt gevoegd, waardoor eigenlijk het hele lijnenspel en de diepte van het metselwerk verandert of verdwijnt. Dus dat is iets om te letten. Ja. We hebben een vraag van P.H. Nijman. Ik denk dat het over het eerste voorbeeld gaat. Ja. De vraag is, als je dit opnieuw gaat voegen en de voeg wordt lichter, ga je dan de kleur van de voeg aanpassen naar wat je nu ziet, of ga je terug naar het origineel? Met de eerste wordt eigenlijk je beeld deze. Ja. Nou, eigenlijk wil je vooral eerst gaan kijken van, gaat het om integrale vervanging of deelherstel? Vanuit zo'n middelmatige visie ga ik eigenlijk altijd uit van een deelherstel. Want het komt mij heel zelden voor dat je echt voegwerk 100% moet vervangen. En dan wil je altijd zoveel mogelijk aansluiten op omliggend werk. En dat kan je, aan de ene kant kan je dat dan een stukje bereiken in je mortelsamenstelling. Anderzijds zijn er ook methoden om na het aanbrengen van het voegwerk nog enigszins bij te kleuren om zoveel mogelijk aan te sluiten op omliggend werk. Bij herstel vind ik dat je op zich wel het herstel mag zien. Het mag zich wel enigszins manifesteren, maar het moet niet in het oog springen. Dus wel aansluiten op het omliggend werk en niet per se teruggaan naar het oorspronkelijke. Maar ook weer per situatie afhankelijk. En dit is weer een mooi voorbeeld van hoe je dus zomer en doelmatig herstel toe kan passen. Enerzijds zou je kunnen zeggen, we krijgen nu wel een heel vlekkerig geheel. Dat is dan weer mooi of lelijk. Aan de andere kant,
heb ik nu door deels voegwerk te herstellen op verschillende plekken, kan ik de onderdelen die goed zijn, de oppervlakken die goed zijn, gewoon in stand houden en eigenlijk ook weer dat verhaal van dat voeg- en metselwerk laten zien. Dit is eigenlijk weer een beetje net andersom. Dit is bij een pand waarin het hele gevelmetselwerk ooit gekleurd is, zowel voegwerk als metselwerk. Maar we hebben juist bij een oud naambordje of huisnummerbordje daarachter nog het oorspronkelijke voeg- en metselwerk te zien is. Dat is op zich altijd wel een goede tip om bij dit soort plekken te kijken van, daar heeft men vaak nog niet aangezeten, dus daar kan je eigenlijk altijd, er heeft ook vaak weer in de wind geen invloed op gehad, dus daar kan je altijd nog speuren of de oude, het historische voeg- en metselwerk opsporen om te kijken hoe dat er heeft uitgezien. Nadeel weer van steeds veranderen van huisnummerbordjes en naambordjes, dat het vaak meestal deuren een enorme gatenkaas van de bevestigingsmiddelen is. Hier even een voorbeeld van een stuk metselvoegwerk, waarin zeg maar, de verfijning van het bakken van zo'n steen en het toepassen van dit metselwerk steeds meer een ambacht en meesterwerk wordt. De metselstenen werden steeds dichter tegen elkaar aangemetseld, waarbij het de kunst was om vooral die stootvoegen zo minimaal mogelijk uit te voeren, waarbij soms zelfs het voegwerk ontbreekt. Hier echt pas ingrijpen als er echt grote risico's of al gevolgschade zichtbaar is. Omdat je dit natuurlijk je minimale voegwerk nooit op dezelfde manier kan terugbrengen of herstellen zoals het nu is. Nee, en omdat hij juist zo erg bijdraagt aan hoe de gevel eruit ziet. Ja, inderdaad. We zoomen heel erg in, zeg maar, op detail, maar kijk maar eens om je heen in een historische stad, het dorpkern, wat het met een gevel doet als er een reiniging of een vervanging van het voegwerk heeft plaatsgevonden. Ten opzichte van een gevel waar nog nooit iets aan is gedaan. En kijk eens goed naar die verschillen. En dan kun je echt zien wat het resultaat daarvan is. En wat ik even hier aan wil stippen, maar dat komt straks even kort bij natuursteen, misschien nog even aan de orde. We hebben hier een detail van een vlaggenmast die op een stenen plint eigenlijk staat. En precies boven de stootvoeg eigenlijk. Dus al het water wat tegen de vlaggenmast aankomt, ja, stroomt vanzelf zo in die stootvoeg en kan dus versneld schade opleveren. Dat zijn die kleine dingen waar je ook even op moet letten van, dat zou ik lasten. Ik noemde net al eventjes een snijvoeg. De snijvoeg ligt aan de voorzijde, even weinig aan het gevelvlak van het metselwerk. Soms ook iets terugliggend nog zelfs. Door vervangen of herstellen van voegwerk, waarbij het voldoende diep uithakken en ook de kunst van het zo subtiel mogelijk uitvoeren van zo'n snijvoeg, is heel erg lastig. En je ziet dus daarom meer en meer dat die voormalige snijvoeg eigenlijk steeds meer naar voren komt. En in steeds grotere dimensies ook naar voren komen, waardoor die voeg op een hele andere manier gaat spreken dan het ooit bedoeld was. Links is wel een heel extreem voorbeeld. Ik moet even bijzeggen dat het geen monumentaal metselvoegwerk is. Het is gewoon een stukje nieuw werk, maar het is meer een ladder eigenlijk dan een lintvoeg inmiddels aan het worden. Dan even naar het stukje natuursteen. Ja. Zijn er nog vragen naar aanleiding van het deel over het metselwerk? Geen vragen in de chatbox? Nee? Nou, dan hebben we nu nog het metselwerk. Daar hadden we ongeveer 2/3 van de tijd voor gereserveerd. Dus we hebben nu nog een klein half uurtje voor een deel over natuursteen. En dat gaan we in hetzelfde opbouw doen met een korte inhoudelijke lezing en dan een praktijkvoorbeeld en dan ruimte om vragen te stellen. Yes, mag je naar de volgende. Natuursteen hebben we iets korter voor ingepland omdat er gewoon veel meer metselwerk voorkomt aan monumenten dan natuursteen. Weliswaar komen natuursteen op zeer veel monumenten tegen. Het is ook een materiaal wat een zeer diverse oorsprong en toepassing kent. Als we naar rechts kijken, wat volgens mij een koffietafeltje is van, dacht Wilhelmina ooit geweest, waarbij alle verschillende soorten natuursteen, niet alle, maar heel veel verschillende soorten natuursteen voorkomen. Wat al aangeeft hoe prestigieus met name in Nederland het toepassen van natuursteen is. Het moest altijd van ver worden aangevoerd en is heel bewerkelijk. Dus dat geeft wel aan dat je met een... Dus de meer natuursteen je kon toepassen, dat het statusverhogend werkt.
In beginsel is het bij ons in Noord-Holland met name toegepast op de grotere monumenten van de middeleeuwse kerkgebouwen, waarin tufsteen een veel toegepaste natuursteensoort is en was. Door de eeuwen heen is dat wel veranderd. We hebben ook bij verschillende restauraties natuursteen werd toegepast die nogal inferieur bleek aan het oorspronkelijke natuursteen, wat inmiddels kunnen we zeggen dat veel gebreken aan natuur zijn eigenlijk met name ontstaan bij vroegere restauraties. Even kort wat beeldmateriaal als we het hebben over geschiedenis van natuursteen. En linksboven hebben we de Oude Kerk Amsterdam, waarin bijvoorbeeld veel Grobetangen natuursteen nog werd toegepast. Rechts is dan volgens mij de wagen in Leiden, waarin je dus kan zien hoe het ambacht van het steenhouden, het was eigenlijk de uitdaging in de kunst om van iets wat heel star en hard is, om daar zoveel mogelijk vormen mee te maken die vooral ook lijken op dat het heel maakbaar is. En linksonder zien we dat helemaal tot uiting komen in zeer kleine, zeer veel detailleringen en ornamenten. En dit is het gebouw van Niot in Amsterdam op de Herengracht. Heel belangrijk bij natuursteen is om te beseffen waar komt het vandaan. Het steenhouden is een nogal werkbaar proces. Vooral vroeger was dat natuurlijk met name handwerk, waarbij met verschillende hulpmiddelen en gereedschappen een blok of een plaat natuursteen recht en kantig moest worden gemaakt. Waarbij dat vooral mooi tot uit te zien komen bij de middelste foto, een traptreden van een grachtenpand eigenlijk, waarin je de verschillende randslagen en fijnslagen ziet terugkomen. Wat in principe eigenlijk allemaal het streepje wat je ziet, allemaal met de hand per stuk is geslagen. Wat daarin wel verandert, omdat het zo intensief is, dat je echt de aandacht ook weer moet leggen van bij het vervangen of herstellen van natuursteen, in hoeverre kan je nieuwe technieken toepassen zonder dat je daarbij eigenlijk het verhaal weer kwijtraakt. We hebben nu bijvoorbeeld de machinale vrijslag en allerlei gereedschappen en materieel om natuursteen te bewerken. Waarmee het dus wel het risico loopt dat je een hele andere logica krijgt in het toepassen van dit soort nieuwe stukken natuursteen. Nou, even een paar korte plaatjes over hoe we natuursteen in verschillende verschijningsvormen kunnen zien en herkennen. Ik heb hier in deze zin eventjes hardsteen en kalksteen in dezelfde zin, waarbij ik wel moet aangeven dat hardsteen eigenlijk een kalksteensoort is. Maar hardsteen, tufsteen, zandsteen en andere kalksteensoorten komen het meeste voor bij monumenten in Noord-Holland. Met name het hardsteen in buitentoepassingen bij traptreden, plinten en bordessen. En rechts zien we het plaatje eigenlijk. Een hardstenen basement in combinatie met zandstenen, gevelstenen en een granietenzuil, wat echt de diversiteit van die verschillende natuursteensoorten hier wel volledig tot uiting komt. Het middelste plaatje is eigenlijk meer een beetje een bedrieger. We kennen misschien wel allemaal het geblokte natuursteenpatroon bij pleisterwerk, waarbij met behoorlijk van schiftinglatten blokken natuursteen worden geïmiteerd. En hier kwam ik bijvoorbeeld tegen waarin zelfs vrijslagen en gekant zijn even net zo werken. Waarbij dus door een stukje van de toplaag, de afwendlaag van pleisterwerk is weggevallen, dat je dus kan zien dat het geen natuursteen is. Nou, veel voorkomende gebreken of eigenschappen bijvoorbeeld bij hardsteen zien, is dat de linkerfoto, wat een veel voorkomende verschijnsel bij hardsteen zijn, de brandlagen. Dat zijn eigenlijk de oude plantenresten die niet volledig zijn versteend, wat eigenlijk wat zwakkere lagen zijn in hardsteen. Wat zoals hier nog wel met verschillende soorten mortels, we proberen weg te smeren, wat het eigenlijk het middel vaak meer kwaad doet dan de oorzaak. Waarop gelet moet worden, dat we op het rechter plaatje kunnen zien, is dat natuursteen, vooral afzettend gesteente, is eigenlijk miljoenen jaren op elkaar geperst geweest in verschillende lagen. En als je dat uit de grond gaat halen en gaat toepassen, dan krijg je in ieder geval een soort van ontspanning van het materiaal.
wat zich bij hardsteen uit in de zogenoemde steken. Dus het zijn scheuren onder een bepaalde vaste gradenboog in een stuk natuursteen, wat niet altijd een probleem hoeft te zijn. Dat zal ik zo even op een foto laten zien. Maar ook dat het materiaal op leger wordt gesteld. Als we bijvoorbeeld kijken naar het ingekapselde blok naast het venster in het tekeningetje in het midden. Die wordt vooral op druk belast en op deze manier kun ik dus nooit onderdelen daar van afschilferen. Als we kijken bij de onderdorpel waar de 2 bij staat, daar kun je dus door ook inwerking van vocht, zeg maar, zou dat dus wel kunnen. Dus dat is iets wat ik straks even op de foto terugkom waar goed op gelet moet worden. Gaan we naar wat voorbeelden meteen al kijken dus. Ja. Nico, jij had ook op verzoek iets uit de praktijk in Hoorn ingestuurd. En dat ging over het aanlichten van monumenten. En dan heb je armaturen die je wilt bevestigen aan een monumentale gevel. Zou jij de situatie eens kort willen schetsen? In Hoorn zijn we bezig met een project met het aanlichten van monumenten. Dat is een bepaald project waar we een x-aantal monumenten gaan aanlichten. Op de Rode Steen, het plein in Hoorn, daar staat het Westfries Museum en er tegenover staat de Waag. Die twee panden worden aangelicht, eigenlijk uitgelicht. En de rest van de panden die aan het plein staan, worden ook nog aangelicht. Dus ze maken uit van het totaal. Van de lichtarchitectuur van het plein. Nu bij de panden worden hoofdzakelijk aangelicht vanaf een mast. Maar om een goed lichtbeeld te krijgen, moeten op panden waar grote waterlijsten op zitten, zoals het Westfries Museum, zullen er ook verlichtingsarmaturen op het pand, of aan het pand aangebracht moeten worden. Dus op het natuursteen. Nou willen we uiteraard niet dat er in natuursteen wordt geboord, maar er moeten natuurlijk wel wat leidingen over het waterlijst lopen en verlichtingsarmaturen aangebracht worden. En ook in de stoep, hardstenen stoep die ervoor ligt, moesten ook nog verlichtingsarmaturen aangebracht worden, waarbij we ook niet wilden dat we in de tegels of in natuursteen sparingen zouden maken. Dus dat lag wel eventjes lastig, dat is een probleem. Daar hebben we zorgvuldig naar gekeken. Maar je ontkomt er niet aan dat je toch elementen op het natuursteen gaat aanbrengen. Op een manier waarbij je denkt, van ja, kan dat voor de toekomst geen schade aanbrengen. En deze foto, is dit het ontwerp van de lichtarchitect waar we naar kijken? Dit is het ontwerp van de lichtarchitect zoals het pand aangelicht gaat worden, ja. Ja, het is een realistisch beeld. En jij had de tekeningen, de plannen meegestuurd van de manier waarop je dat zou kunnen bevestigen. Wil je daar nog wat op toelichten? Ik heb ze allemaal in. Ja. Oké. Ja. We hebben dat hier bij deze gevel echt nadrukkelijk onderzocht hoe we dat het beste zouden kunnen doen. Dat heeft ook te maken met leidingverloop. Leidingverloop over de gevel heen, want ergens moet stroom vandaan komen. Nou, dat gebeurt vanuit binnenuit en kan op een gegeven moment kan het ergens de gevel naar buiten en gaat het over elke waterslag heen. De blauwe elementen die u ziet, dat zijn de verlichtingsarmaturen die aangebracht moeten worden. Dat zijn weliswaar hele smalle en kleine pakjes en zullen ook niet zichtbaar zijn vanaf de openbare ruimte. Alleen voor het aanbrengen van kabels, dat is nog wel een opgave. Daarvan, zoals we nu ernaar kijken, gaan we dat met een zuurvrije kit gaan we dat op natuursteen bevestigen en ook de armaturen. Maar het zal waarschijnlijk, je zal er niet aan ontkomen dat je bijvoorbeeld op een waar een voeg zit, hè, dus waar de onderdelen bij elkaar komen, dat je daar toch ook nog wel een bevestiging maakt. Want de vraag is of je het al alleen maar met kit kan bevestigen. We zijn natuurlijk wel zeer terughoudend van ja, moet je dit nou wel willen op zo'n gevel? Alleen als je dit niet doet, dan valt het hele lichtplan voor het totale plein. Want deze twee panden zijn de dragers voor het totale lichtarchitectuur van het plein.
Dus het is best nog een spannend iets waar wij zelf ook nog niet helemaal uit zijn. En ja, waarschijnlijk dat ook echt wel in de praktijk moeten gaan bekijken hoe we die armaturen het beste en zonder schade op die gevel kunnen monteren. Ja, Jeroen, waar zou jij nou op letten als je deze casus voor je neus kreeg? Ja, kijk, de technische oplossing zal ik niet meteen voor je hebben, maar ik snap het dilemma. Aan de ene zijde wil je natuurlijk ook de monumenten zo goed mogelijk laten zien. Ik bedoel, het aanlichten van panden is ook wel iets wat heel lang bestaat. Amsterdam kende bijvoorbeeld voor de Tweede Wereldoorlog al de illuminatie, dat in een bepaalde periode belangrijke grote monumenten werden aangelicht. Kijk, en dit is in principe niet echt iets met onderhoud te maken, maar wel met een wijziging die je wil toepassen om een andere meerwaarde te krijgen. Ja. En bij de wijzigingen, eigenlijk alle wijzigingen die je wil toepassen aan een monument, moet je kijken of je dat reversibel kan maken, zonder al te veel schade aan te richten aan die onderdelen. En je hebt hier te maken met een gevel die geheel is bekleed of in ieder geval bestaat uit natuursteen. Ja, dat is lastig als je daar inderdaad doorvoeren wil maken om je leidingwerk doorheen te brengen, want voor welke termijn doe je dat bij een natuurstenen gevel die al 300 jaar of langer daar staat? Ja. Dus kijk in ieder geval of je die armatuur, kitten is een mogelijkheid. Misschien met een klembevestiging. Maar je zit natuurlijk met je aanvoer van je elektrische voeding. Dat is denk ik de grootste uitdaging hier. Ja, dat klopt. Ja. Maar dat is met alle wijzigingen die je wil voeren. Het moet. Dus net als met de duurzaamheidsmaatregelen die we nu willen toepassen, is het ook weer vooraf kijken van, oké, wat gaat het aan meerwaarde opleveren en wat voor risico neem ik hiermee, wat voor schade offer ik hiermee op aan mijn monumentwaarde. Want het pand moet natuurlijk wel, het gebruik van een pand, daar hoort ook een stukje verduurzaming bij, daar valt of staat instandhouding ook mee. En dat is, zo zou je natuurlijk dat aanlichten ook kunnen interpreteren. Met de technische oplossing zo, daar ken ik de situatie niet goed genoeg voor om te zeggen van dat zou ik op een andere manier doen. Maar, Maar jij zou inderdaad ook wel meewerken aan het ruimte zoeken voor het aanlichten van het monument. Wat je net zegt, in het kader van het voortbestaan van zo'n pand. Het is een groter vraagstuk dan alleen dit pand, wat inderdaad samenvalt met denk ik, een plan om een groot deel van de stadskern aan te lichten. Je wil dat ook niet meteen ontmoedigen, want je wil ook gewoon die monumenten laten zien dat het in de maatschappij gewoon leeft. Ja. Zeker het overwegen waard, maar kijk of je een andere oplossing kan bedenken zonder dat je natuursteen daarvoor moet beschadigen. Zijn er in de chat vragen gesteld over dit onderwerp? Zijn er mensen die nu iets kwijt willen? Nico, dan. Iedereen in Zandhuis vraagt, is er geen mogelijkheid om met armaturen met zonnepanelen te werken? Zoals bij tuinverlichting maakt het armatuur overdag op en zal het s'nachts een aantal uren volhouden. Nico, hebben jullie dit al aan de hand gehad? Nee, dat gaat inderdaad dan over techniek, over armaturen. En daar hebben we een lichte architect voor, maar ik geloof nog niet dat die armaturen er zijn die zoveel lumen op kunnen wekken, die door zonnecellen worden opgewekt. En daar ook niet veel groter worden dan ze nu zijn. Want anders heb je weer de zichtbaarheid van de armatuur. Dus. Nee, ik heb ook wel begrepen bij een paar casussen dat ik met aanlicht van monumenten te maken had, dat de armaturen en de spots die je voor dit soort uitgebreide ontwerpen nodig hebt, dat die ook wel heel specifiek zijn. Dus dan is de keuze niet groot. Ja. Ja, klopt. Nou, op zich is de opmerking wel interessant, want die ontwikkeling zal misschien snel gaan, dat weet ik niet. Maar dat weten we ook met het opwekken van energie en het nemen van isolatiemaatregelen. Ook niet hoe snel zich dat gaat ontwikkelen vanaf nu in de toekomst. Maar als je nu dus een maatregel neemt die nu schade zou kunnen aanrichten, ook is het minimaal. Ja, misschien heb je over een paar jaar wel de juiste oplossing zonder die schade hoeven aanrichten. Maar ik kan er niet in de toekomst kijken, maar daarbij is, maar dat kijk ik met name even naar duurzaamheidsmaatregelen. We moeten daarin stappen maken, maar doe het wel overwogen en soms ook wat terughouden, omdat die ontwikkeling snel gaat. Ja. Maar dat is even een zijstapje naar de duurzaamheid, eigenlijk niet echt iets met de verlichting te maken. Ja, dus ook hier geldt wel overwogenheid en terughoudendheid. Jij had nog een aantal
dia's in PowerPoint. Hij moet even laden weer. Ja. Dan gaan we verder met nog wat voorbeelden over natuursteen. Ja. Nou, hier zien we zo'n voorbeeld van wat ik net noemde, een steek in hardsteen, waarbij die bordes wat grillig is, maar we zien daar linksboven, waar die overgaat in de klint, eenzelfde soort steek eigenlijk ontstaan. Kijken of als dit geen gevolgschade geeft, heeft het niet altijd heel veel zin om dit proberen dicht te gaan voegen of dicht te maken, omdat daarvoor eigenlijk de aansluitende de scheur zo minimaal is dat je hem eigenlijk nooit goed daarmee dicht krijgt. En, ja, dit soort rommelige oplossingen ziet. Nou, dit sluit misschien wel mooi aan bij het aanbrengen van lichtarmaturen. Hier heeft ook ooit iets aan deze gevel gehangen. Ik weet niet wat het is geweest, maar we zien hier een vijftal hardstenen blokjes ingeschoten in een hardstenen gevelbekleding. Tegenwoordig zien we wel vaak dat dit soort onderwerpen worden opgelost met het dichtzetten met een mortel. Waarbij de mortels wel steeds beter worden en kunnen aansluiten op het omliggende natuursteenwerk. Maar in veel gevallen is het inschieten met eenzelfde stukje natuursteen een veel betere en duurzamere oplossing. Is het wel zaak dat je het met de juiste natuursteensoort doet. Als ik naar rechts kijk, dan zien we eigenlijk drie verschillende soorten natuursteen. Bij de linkerzijde boven een stukje is ingeschoten met de tussensteen die we rechts zien. En onder wel bij de pijl, misschien niet heel goed zichtbaar, maar dat verklaart misschien ook wel de kwaliteit van de reparatie. Het inschieten met een juiste natuursteensoort. De linkerfoto heb ik even bijgevoegd, dat gaat eigenlijk meer om voegwerk. Veel schade aan natuursteen ontstaat door corroderend ankerwerk, wat gevoed wordt door vocht. Daarom is het belangrijk om aansluitnaden van natuurstenen onderdelen altijd goed na te gaan of het voegwerk nog in de juiste staat is. En dat het zo spoedig mogelijk dan ook weer bij te werken en te herstellen. De foto komt hier niet helemaal goed uit, maar we zien hier eigenlijk een rondboog boven een entree. Waarbij scheurs ontstaan bij een natuurstenen plaat, een band, die eigenlijk toegepast is als een platei. Natuursteen kan op één natuursteensoort na dan geen trekkracht opnemen. Is vooral heel goed, kan het op druk belast worden. En hier is eigenlijk de toepassing niet, is eigenlijk ongeschikt van natuursteen voor die functie. Hier zie je een mooi voorbeeld van het op leger stellen van natuursteen. Je ziet er heel goed die verschillende lagen van natuursteen boven elkaar liggen. Dus die drukbelasting komt hier volledig tot zijn recht. En het natuursteen zal niet zeg maar afschilferen of sneller schade ondervinden omdat het verkeerd is gesteld. Hier zien we een rondboogvries eigenlijk bij een tufstenen gevel. Tufsteen is een zeer poreuze natuursteensoort die gevoelig is voor afschilvering. Maar waarbij je eigenlijk dat vooral die verwering, dat stukje achteruitgang, op zijn beloop moet laten degradatie. Op het moment dat je hier dingen aan wil gaan herstellen of afsmeren met een mortel, gaat de balans van die porositeit weer, wordt in disbalans gebracht eigenlijk, waardoor je sneller schade kan krijgen. Scherpe kanten zijn eraf. Waarschijnlijk hebben die aanzetstenen die aan de onderzijde van de romboog een bepaalde profilering gehad, die nu weg is. Maar dat is iets wat we dan accepteren. Het is tijds. We hebben een vraag. Ja, ik zag hem ook binnenkomen. Maarten Kools vraagt, bestaat zure regen nog? En welke invloed heeft het op het gebouw en de natuursteen? De zure regen, ja, dat is wel iets. Ik kom stel even een plaatje over. Of de zure regen echt nu nog invloed heeft op natuursteen, durf ik zo niet te zeggen. Ik weet wel dat met een ander onderdeel, dan bijvoorbeeld bij het toepassen van koper, heeft de invloed van zure regen, verwerkt eigenlijk, brengt eigenlijk sneller die patina laag, waardoor het koper helemaal groen uiteindelijk wordt.
breng dat versneld zeg maar, in werking, in gang. Dus eigenlijk als je nu nieuwkoper zou toepassen waarbij het eerst een beetje rood-bruin wordt, voordat het groen wordt, ja, daar gaan veel meer jaren overheen, dan pak een beet 60, 70 jaar geleden. Dus de invloed van zure regen is minder, maar op welke mate het effect heeft op natuursteen, durf ik zo niet te zeggen. Stukje voegwerk bij natuursteen even behandelen. Bij een nieuw stuk natuursteen wat iets uitsteekt ten opzichte van het omliggende materiaal, is het zaak om het niet te doen zoals het linkerplaatje. Dat krimpt uiteindelijk altijd los, waardoor vocht weer zijn intreding kan doen in de voeg, waarbij je uiteindelijk weer zal loskrimpen. Laat de voeg iets teruglicht aanbrengen, waardoor het natuursteen ook veel meer gaat spreken. In heel vergaande gevallen kun je nog een toepassing dus op het middelste plaatje recht staat. Maar daar ga je dus eigenlijk wel weer aan het element meer schade aandoen. Door hem rechthoekig eigenlijk uit te hakken. En dat helemaal te veel eigenlijk met een mortel waar je de voeg eigenlijk in integreert. Wat belangrijk is bij het stellen van een nieuw stuk natuursteen in de bestaande situatie is dat, laat het onderste plaatje eigenlijk zien. Een zachte steen op een hardere steen, wat vaak een basement is, vaak gewoon een hardere natuursteensoort, is het belangrijk dat je intredend vocht wel op de juiste manier de kans geeft om te verdampen en uit te treden, zonder dat daar een vochtophoping gaat ontstaan, waarbij je in combinatie met vorst schade krijgt op die aansluiting van zacht op harde natuursteen. Hoe kan je daar dan voor zorgen dat dat vocht afgevoerd kan worden? Door zeg maar bij het stellen van het nieuwe stuk natuursteen meer ruimte te laten tussen de twee natuursteens. Oh, ja. Dus dat je die voeg eigenlijk dikker maakt. Ja. Ja, het gevolg van stralen. Verwering en vervuiling van natuursteen werkt ook nog wel eens in de hand dat we het weer, net zoals metselwerk, weer mooi willen maken. En daarbij vergeten we soms ook dat natuursteen in sommige gevallen niet zoveel kan hebben. Hier is dus door stralen de profilering eigenlijk volledig kapot gestraald. Het is wel weer qua kleur, zeg maar, zoals het ooit was. Alleen de profilering is weg en ook de vochthuishouding is hiermee weer in disbalans gebracht. Hier hebben we een voorbeeld van de zachte tufsteen in combinatie met het vervangen van het voegwerk in een te harde mortelsamenstelling. Waarbij tufsteen eigenlijk wordt opgeofferd door de voeg. Het slaat niet goed op elkaar aan, het heeft niet dezelfde de vochtregulatie. En tufsteen ontstaat nu meer schade dan nodig was geweest. Hier nog even een plaatje van hoe dat eigenlijk schematisch weergeeft hoe de verwering van natuursteen is. Natuursteen neemt ook inderdaad als we metselwerk vocht op, staat het weer af. En stukje bij beetje transporteert dat vocht binnenmiddel vanuit natuursteen naar buiten. Waardoor je dus aan de buitenkant verarming heeft van binnenmiddel, waardoor de natuursteen in verloop van tijd zal gaan afschilferen. Ja, hier een toepassing van herstellen van natuursteen met eigenlijk een verkeerde, te rechte en kantige natuursteen blokken. Met ook een andere natuursteensoort dan daarvoor was toegepast. We zijn door de voorbeelden van natuursteen heen en ook in ieder geval bij het einde van deze lezing presentatie. Ik weet niet of er nog ruimte is voor als er vragen zijn dat die nog. Ja, als er vragen zijn, dan is daar nog ruimte voor. Dus ik weet niet of er nog een vraag gesteld is in de chat. Nee? Zijn er mensen die nog iets kwijt willen? Goed, nou dan wil ik jullie allemaal hartelijk bedanken voor je deelname. Jeroen, jij heel erg bedankt voor deze interessante lezing. En Nico en Martien, jullie ook bedankt voor jullie bijdrage. Volgende week gaan we het hebben over daken, dakbedekkingen en goten. Dezelfde dag, dezelfde tijd. Dus het zou hartstikke leuk zijn als jullie er weer bij zijn. En we zullen het ook in de uitnodiging zetten. Maar jullie mogen dus voorbeelden insturen uit de praktijk. Zodat we die in de masterclass kunnen behandelen. Hartstikke bedankt en hopelijk tot volgende week. Tot ziens.